Wat ik wil aantonen is, kijk hoe zij de mensen misleiden die in het publiek zitten. Het is onze verantwoordelijkheid om openbaar te maken hoe zij openlijk, kijkend in hun gezichten, die mensen aan het misleiden zijn. En dat deze mensen denken van, wij zitten juist. Want we hebben afgelopen week hebben een aantal gesprekken gehad. Een aantal gesprekken met de broeders aan onze kant van de Ahlul Sunnah wal Jama'ah, die familieleden hebben daar. Die hebben met elkaar gesproken. En ze prijzen deze mensen als goden. Dat zij nooit kunnen liegen. Dat zij de ware islam aan het verspreiden zijn. Etcetera, etcetera. Vandaar dat dit zo belangrijk is. Dat de ogen worden geopend van kijk hoe ze mensen misleiden. En dan we gaan naar de verder is dat over Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Ja, wij zeggen. Hij is de mujaddid, de erfarmer van de 24 uur islamitische jaartelling. Maar het probleem is dat de mensen zeggen hij is niet. Hij is, als wij altijd luisteren tegen hem, zoveel vragen kunnen later ook, maar we gaan verder. Maar het eerste was dat hij was de mujaddid. Nu, wat hij heeft gedaan? Wat een mujaddid? Staat in de Heilige Koran, Wahad al-Lazina. Perfect, echt goed. Vandaag, de imam is ook net gelezen, deze vers is. In de Koran staat, Wahad al-Lazina amanu wa amilu salihat li yustalfanna fil ardi khalifa. Kama syekhta fil lazina lahum mutarzal wa yubaddilanum min ba'de khawf. Allah heeft beloofd diegene die ander, jullie die geloven en goed doen, dat hij en zeker tot Khalifa aarde zullen maken, zullen zijn diegenen voor hen Khalifa heeft gemaakt. Jullie zien dit? Wat hij aan het lezen is? Laat me even de vers van de Koran erbij pakken. Wat de vers in het echt is eigenlijk. En dan gaan we kijken van wat hun verbintenis is met de Koran. Van deze gebied die uit Pakistan is gekomen. Jullie zien de vers van de Koran? In de Koran staat: "Wa hadal lazina amanu wa amilu salihat li yustalfanna fil ardi khalifa kama syekhta fil lazina lahum mutarzal wa yubaddilanum min ba'de khawf." Allah heeft beloofd diegenen die ander, jullie die geloven en goed doen, dat hij hen zeker tot Khalifa aarde zullen maken, zullen zijn diegenen voor hen Khalifa heeft gemaakt. Zie je hoeveel honger hij had? Hoeveel stukken van deze vers van de Koran heeft opgegeten? Zie je? Hij begint met wa'adallahu alladhina. Toch? Hij heeft het woord Allah weggelaten. Wa'adalladhina. Daarna heeft hij het woord minkum weggelaten. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Dit is de vers van de Koran. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, ja, nu, la yastakhlifannahum, is de vers. Khalifa, als je het gelezen deze vers is, in de Koran staat, wa hadal lazina amanu wa amilu salihat li yastakhlifanna fil ardi khalifa. Waar is Khalifa? Zoek jullie voor mij Khalifa hier. Zoek jullie voor mij het woord Khalifa in deze vers van de Koran. Waar is het woord Khalifa? Dit is misleiding. Want ze geven aan, kijk, Khalifa is genoemd. Khalifa is genoemd. En dit is de Khalifa, dit is de Mahdi. Dit is de Khalifa, dit is Masih Maud. Hij is die Khalifa van Allah. Wie? Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Waar is Khalifa? Fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Dat staat er. Mutarza. Wat is Mutarza? Waar staat Mutarza in de vers van de Koran? Wat? Nergens. Met ba'de khawf. Allah heeft... Met ba'de khawf. Khawf hem amna, staat er. Je kan schakelen. Zie je wat er gebeurt? We konden laten afspelen verder. Maar dit is wat er gedaan wordt. Er wordt verkeerd wordt de verse aangehaald van de Koran. Verkeerde uitleg van de Koran wordt gegeven. Verkeerde betekenis van de verse. Laat even uitleggen. Verkeerde betekenissen van de Koran worden meegegeven. En dit is wat ik vorige week ook zei. Hoe kan het publiek zo dom zijn? Hoe? Dit begrijp ik niet. Ik zeg niet dat ik de slimste ben op de wereld. Maar ik kan dit niet begrijpen.
van je bent als publiek aanwezig, heb je tenminste niet een beetje informatie over jouw dien, over jouw religie? Een beetje maar. Dat je zelf iets voor jezelf onderzoekt. Dat je zelf erachter komt van, klopt dit wel wat er aan